Provinciehuis in Utrecht kwamen vandaag misschien wel de politici van de toekomst samen. Daar werden namelijk de provinciale voorrondes van het tv-programma Op weg naar het Lagerhuis gehouden. Scholieren van 20 scholen uit onze provincie debatteerden aan de hand van stellingen als jongerenparticipatie door de provincie Utrecht is verspeelde energie en meer windmolens en turbines zijn een aanwinst voor de provincie Utrecht. Verslaggever Peter Knieriem, die was daar helemaal bij. En Peter, jij hebt dus wat debatten gezien. Hoe was het niveau? Nou, ik was wel onder indruk, moet ik zeggen. Ik vond de debatten vaak van een hoger niveau dan ik hier lokaal en ook wel eens in de Tweede Kamer zie. De leerlingen waren goed voorbereid. En wat ik ook knap vond, is dat ze vaak argumenten moesten gebruiken waar ze tegen waren. Dus hadden dan een stelling en dan moesten ze voor of tegen zijn. Of ze nou voor of tegen waren, ja, ze moesten wel één kant kiezen. En dat vond ik heel knap dat ze dat deden. Het debat was van hoog niveau, onder andere hier in de Provinciale Statenzaal. Ja, en uiteindelijk was er dan één winnaar, één school uit onze provincie die de gouden bokaal mee naar huis mag nemen. Nou, Peter, hou ons niet langer in spanning. Wie heeft er gewonnen? Nou, het is echt net 3 minuten geleden bekend geworden. Het is het Karlsbeek College in Woerden. En twee van de debaters die op die school zitten en die dus hebben gewonnen, staan naast me. Laten we even kijken. Daar staan ze. Gefeliciteerd, Nikita en Bram. Ja, eerste vraag, hoe win je zo'n debat? Ja, ik denk dat we door als team gewoon heel goed voor te bereiden, maar ook dan als je eenmaal in het debat zit, continu met het team te kijken met welke wending neemt nou het debat en we moeten zo reageren. Ik denk dat we daar de overwinning meestal mee binnenslepen. Ja, ik zag het, jij was echt wel een beetje een bijter, hè? Want ik heb je in het debat bezig gezien en je sprong er behoorlijk bovenop. Ja, dat is een beetje onderdeel van onze strategie ook. Natuurlijk de ene persoon is iets beter in echt agressief erop knallen. En de andere is juist wat meer van een grapje maken. Ja, daar moet je ook van tevoren over nadenken. Van wat doe je op wat moment, zeg maar. Want het moet niet alleen maar schreeuwlelijk zijn zoals ik. Nikita, wat is jou betreft, wat waren jullie sterke punten? Ik denk dat we als debaters heel verschillend zijn in onze kwaliteiten, zoals Bram al zei. Ik ben vaak goed in een openingsronde. Ik kan heel goed de toon zetten voor een debat, waar Bram dus heel erg fel op de ander kan ingaan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een Sophie. En Sophie kan juist weer heel erg de rust bewaren wanneer dat nodig is. En ik denk dat we door juist al die verschillende kwaliteiten een heel sterk team worden. In elkaar heel goed aangevuld. Laat eens eventjes die beker nog zien. Dat is hem. Een gouden beker, winnaar voorronde. En het is nadrukkelijk een voorronde, want er komt nog meer. Hè. Dit is eigenlijk pas het begin van het hele traject om uiteindelijk lagerhuisdebat te gaan winnen. Ja, klopt. We gaan hierna op nationale schaal gaan we debatteren met alle winnende teams van elke provincie. Zo is er ook een all-star debat. En dat is eigenlijk tussen de 10 beste sprekers van de uitgekozen provincies. Daar is nog een hele procedure aan vooraf. En die komen uiteindelijk ook op tv. Bram is hiervoor uitgekozen. Dus misschien kan hij hier iets meer over vertellen dan. Ik wil je nog één ding vragen voordat we eruit gaan. Politieke ambities, hebben jullie die? Ja, ik heb wel de ambitie om ooit in de politiek terecht te komen. Maar ik zeg altijd van, ik moet eerst zorgen dat ik ergens verstand van heb. Voordat ik overal alles maar mijn mening ga geven. Zoals ik wel doe tijdens het debat. Oké, dus nog even oefenen. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd, want er zijn dus nog een aantal voorrondes. Ook in andere provincies worden er nog debatten gehouden met scholieren. En als het even mee zit, ga je straks het Karlsbeek College op 6 mei op televisie zien tijdens het grote debat. Dankjewel, Peter Knieriem vanuit het provinciehuis.